Vorige maand sloten wij onze reportage over de verbouw van het verlaatshuis hier af. Dus gaan we hier ook weer verder. Dat wel volgens de normen, zo dat moet. En wat is nou de bedoeling wat hiermee gaat gebeuren dan met zo'n zolder? Is daar al een invulling, toen u dus mee begon, dat er al een bepaalde invulling was? Ja hoor, we zijn gelijk begonnen met het feit dat er toch een woning in moest komen. Die woning, de woonkamer daarvan is uiteraard beneden, een keuken. En boven twee slaapkamers, een badkamer en een overloop. En dit is het gedeelte van de overloop. Ja, eigenlijk van de doorbraak tussen de twee kappen, zie je hier. Maar dit is dus de bovenverdieping of is dit de zolderverdieping? Nee, dit is de, nou, wat je dan de slaapverdieping noemt. Ja, ja. Zit hier nog zolderruimte boven? Nee, hier zit niks meer. De zolder is eigenlijk boven het oude gedeelte van het verlaatshuis. Dat is de zolder. Dit wordt slaapverdieping nu. Het oud bord waar de tarieven op staan voor het schutten van de boten. En dat gaat allemaal nog met centen en met halve centen. En ook op lengte, meende ik. Dat oude bord dat kwam ineens tevoorschijn toen we daar aan het slopen waren. Nou, die hebben we dan ook heel keurig netjes opgeborgen. Maar die moest straks dan nog weer een nieuwe goede plaats in het gebouw krijgen. Maar dat is zo leuk wat erop staat. Ja. Dit is de oude bedsteewand. Die alweer opnieuw erin zit, zo te zien. Is helemaal afgekrapt. Is helemaal de oude wand. Dit is dan het vroegere zaalgedeelte. De achterste grote kozijnen, de laatste periode waren dat kozijnen. We hebben daar weer deuren van gemaakt, dat waren vroeger ook deuren. Dus je kunt vanuit deze zaal, er zijn dus vier van die deuren in, kun je zo naar buiten lopen. In het plafond zaten mooie roosters, voor ventilatie werden die gebruikt. Die zitten er nu ook nog in? Die zitten er helemaal nog in, ja. Hier zien we de nieuwe achterkant, hè? Bijna de nieuwe achterkant. Nou, dat ziet er toch wel even perfect uit. Dat je de eerste beelden daar weer ziet met al die troep. En het eerste beeld van Beuker die daar in zijn tuintje bezig was. Dan is dit nu dus een nieuwe aanleg. Dat zijn die oude vormen, door middel van buxushaartjes hebben ze aangebracht. Ja, maar het model van een Engelse theater. Ja. Wat schelpenpaadjes zitten erin. En daarachter zitten die vier deuren waar ik zo pas over had. Kun je zo op het terras komen. Dit zijn Belgische leiperen. Belgische? Leiperen. Ja. Dat zijn bomen die ik weet niet precies of die nou in dit model groeien of dat ze nou in dit model gebracht zijn, maar die zijn behoorlijk oud, die bomen. Dit is ook een slaapkamer. Hier is het dak helemaal afgetimmerd dus. Wel in de dakvorm, er zit een dakraam in. Ja. Maar dat hadden ze vroeger niet, hè? Dakraam. Althans deze dakramen niet. Dit is een tuimeldakraam. Toen hadden ze van die uitsteekraampjes. Nou, de gemeente die had het hele project uitbesteed aan een architect. Aan de Stichting Woonhuismonument. En die heeft een architect in de arm genomen en een aannemer gezocht. Dat was dan wegvoorzieningsgraaf Vivlinghoop. We zien hier de man in het midden, dat is Rijnke van Outfit Amma trouwens. Dit is de overloop van de woning. Nou, dit is eigenlijk klaar, hè? Dit is klaar, ja. Op het moment dat dit gevuld werd dan, ja hoor, ja hoor, ja hoor. Want nu wij dit commentaar inspreken, is alles al klaar, is hè? Ja, het hekje dat is van trapgat. De camera die gaat nu zo in de slaapkamer. Het is een vrij grote ruimte. Ja, als je oude gebouwen hebt, heb je vaak wat overruimte. Dat is wel mooi, dat is het mooie van oude gebouwen. Ja. En deze ook, dit is een andere slaapkamer. Nou, hier kun je zien dat het ook gewoon centrale verwarming in zit. Dus dat dus wel in een oud gebouw. Ja. Alle comfort zit erin. Maar ja, zonder comfort kun je dus nou eigenlijk zoiets niet meer opleveren. Nou, hè? Want dan is het niet te gebruiken. Nou, hier zie je de badkamer. Dat ziet er ook heel mooi uit. Een bad. Dit is de woonkamer. Hier liepen vroeger dus koeien. Nou, je kunt je niet voorstellen, hè? Maar dit was de stal. Dit was eigenlijk de stal. Ja, het ronde raampje daar, dat kwam in de, ja, zat in de stal. Dus hier links staat eigenlijk de ruif. Ja, zo zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, dit zijn die raampjes waar ik in het begin zei, waar dus geen kozijn omheen zit. Dus het glas zit zo in de muur. Dit zijn allemaal nieuwe kozijnen, nieuwe deuren.
Ja, want, dit is allemaal nieuw. Omdat het dus de indeling gewoon anders geworden is. De indeling anders is geworden, ja. De architect heeft wat oude kleuren teruggebracht. De rode, de ossenbloedrood, dat soort kleuren, dat is weer een beetje teruggebracht. Ja. En waar we nou tegenaan kijken, dat wordt het restaurant gedeeld. Ja. Ja, dus een doorkijkje vanuit de kamer naar het restaurant. Dit is de keuken van de woning. Ook dit raampje is dus gewoon in de muur gemeten. Ja, hier kun je het heel duidelijk zien eigenlijk. Hè? Het zijn gewoon routers, houten routers. Die zijn er gewoon zo in dat messelwerk verdeeld en er is later een stukje glas ingedrukt. Ja. Dat hebben we allemaal zo gelaten. Dit is een houten koof. Verwarmingselementen die zijn toch wel een beetje erg van deze tijd. Die hebben we allemaal weggewerkt in koven. Tenminste, in het oude gedeelte zijn, dat noemen ze dan convectoren. Die zuigen dus onder lucht aan, koude lucht aan. Die wordt verwarmd in die convector en die komt boven als verwarmde lucht weer in het vertrek. Hele begin hebben we gezien dat ze met het cement bezig waren, met die vloerliggertjes. Ja. Nou, dat is dus deze vloer. Dus daar overheen is weer een houten vloer gelegd. Zijn dat nog oude tegels? Dit zijn wel oude plafuizen hoor, maar die hebben daar nooit gelegen. Die hebben ze opgekocht. En ze zijn daar opnieuw in de vloer verwerkt. Dit gangetje, dat heeft er nooit ingezeten. Dat hebben we dus ingebracht om toch een beetje links en rechts die oversteek te kunnen maken achter zalen. Anders moet je allemaal door zalen heen, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dit is ook weer de bestseewand. Ja, maar dit is die andere bestseewand, denk ik. Want ja, dit is in de kamer waar Beuken vroeger zat. Dan. Ja. Ja. Nou, dit is die stalen kast waar ik het over heb gehad. Hij staat een beetje op een verhoging. Ja, dat kwam zo uit. Maar, degene die hem er weg wil hebben, die kan... Ja, die heeft een probleem. Die heeft een probleem. Het lijken dus twee deuren, maar het is echt één deur, hoor. En de schouw weer een oude tegeltje. Een oud tegelmotief is daar ook in verwerkt. Onder die stalen platen stond vroeger de kachel op. De houten vloer is ook helemaal nieuw. Dat is van larixhout. Is ingebracht. En dit is nog weer een andere schouw? Ja, dit is een schouw aan de andere zijde van het gebouw. Ook deze schouw is niet te gebruiken. Er zit nog een loze schoot in natte maar voeren. Het zijn wel de oude schouwen. Ja hoor. Ja. Ja, ja. En de deurmotieven zijn die ook nog van vroeger? Ja, dit zijn de oude deuren nog. Ja. Ja, ja. Die deur met die drie glaasjes eronderin, die is op dit moment ook nog niet vervangen. Dat is nog een probleem. Dat ding is zo krom, daar kan niet eens glas in. En we kunnen hem ook niet recht krijgen. Dus waarschijnlijk moet er nog een nieuwe deur worden. Dus. Hier is de schilder bezig om de stalen kast van houtmotief te voorzien. Dat zullen we later nog zien. Hij legt hier de onderkleur daarvoor aan. Maar hier kun je zien dat er toch een houtmotief op de staalplaat zit. En daarom kun je ook niet zien dat het een stalen kast is. Nee. Ja, als je heel dichtbij bent, dan... Kijk, zie je, er zit nog weer een kast achter en daaronder zit nog weer een kluis. Ja, voor hedendaagse begrippen zal er allemaal een fluitje van cent zijn, hoor. Maar ja, vroeger maar... was dit een kluis, dus. En, hier ook bezig om houtmotief op deuren aan te brengen. Er zijn er gelukkig nog steeds mensen die dat kunnen. De echte schilder. Ja, de echte schilder, ja. Er zijn technieken die niet elke schilder beheerst. Nee, maar dit soort technieken, daar leert men toch op de MTS, niet? Nou, vaak toch wel, denk ik, in vervolgopleiding, hoor. En soms moet je het ook gewoon een beetje in de vingers hebben en leer je het gewoon van een oude vakman. Ja. Laat mij dat ook eens proberen. En, ja, door schade en schande wordt me wijs, maar uiteindelijk leer je dat dan toch eens een keer natuurlijk. Hier zie je dat hij dus een soort kleur opbrengt en dan gaat hij waarschijnlijk met een, kijk, dan nog weer met een ander kwast. Gaat hij daar weer overheen en dan krijg je dus ineens een motief en dat lijkt dan ineens op hout. Nou, als je van dichtbij ziet, dan kun je het wel zien, maar op afstand dan zou je echt zweren dat het hout was, hoor. Ja, dit is niet een kwestie van zoveel vierkante meter. Nee hoor. Oh, kijk, hier is hij ook bezig. Slaat er wat met een kwast op. Ja, ik heb het ook nog nooit gedaan, hoor, maar het is heel kunstig dat je dat ziet. Het
Het is ook nergens geen schilder, hij heeft geen wit overal aan, maar het is meer een afwerker. Hij is speciaal even overgekomen om dit even te doen. Ja, en dat kun je alleen maar leren door te doen, lijkt me. Dat kun je echt een broodje niet leren. Moet je gewoon... Maar er zullen niet veel mensen in Nederland zijn die dit kunnen. Nee, ja, restaureren en toch weer een hang naar vroeger, dat komt helemaal weer terug. Hè. Dus ook het restaureren bij de aannemer en dus ook bij de schildersbedrijf, dat ja, zijn toch technieken die ze nu weer toch weer eigen maken. Dit is dus het restaurantgedeelte? Ja. Goed, ja, er zit dan wel een panieksluiting op die deur. Ja, dat moet nog één keer, dat kun je niet veranderen. Ja. Dit is een beetje een halfrond plafond in dat feestzaaltje. Dat zag er heel slecht uit. Dat was heel veel waterschade en scheuren en roet. Ja, dat was heel slecht. Ja. En dat stukje doorwerk ook rond dat rooster, dat was deels helemaal kapot. Nou, en dit, ja, dit is het geworden, hè? De nieuwe oude achterkant, hè? Ja. Ja, ziet er perfect uit. Ja, Dit is een plaat die hebben we hier en daar, niet overal, op oude gebouwen in Vietnam zitten. Daar hebben we de oude indeling van het gebouw opgezet. En dan wat tekst eromheen, wat de oorsprong van het gebouw is. En als de bouwfases te herkennen zijn, dan willen we die ook nog wel eens vermelden. Tot zover onze reportage over de verbouw van het Verlaashuis. De beelden zijn gemaakt door de videogroep Wildervank en het vakkundige commentaar kwam van de heer Dorgelo. En onze volgende reportage gaat over hoe kan het...